Legerbevelhebber Werner Q. Assen vindt dat het Surinaams defensieapparaat trots mag zijn op de relatie die ze heeft met zijn Nederlandse collega. Hij sprak gisteren bij een certificaatuitreiking op het hoofdkwartier van Defensie aan de Quattaweg. Het Instituut voor Defensieopleidingen in Suriname, IDO, heeft samen met het expertisecentrum Leiderschap Defensie Nederland de afgelopen week trainingen verzorgd aan 4 leden van het Surinaamse defensiepersoneel in leiderschapsvisie. Volgens de bevelhebber moeten alle collega's weten dat leiderschap het concept is dat organisaties in stand houdt. Dan ben ik heel blij dat we iets hebben geconcretiseerd. Want leiderschap is een concept, maar nu hebben we iets op papier. Iets op papier dat geformuleerd is door onszelf, dat wij zijn gaan benchmarken. We hebben gekeken wat ICLD doet en hoe zij er naar kijken. En dit is iets wat wij concreet hebben. Het is nu op papier, het is voor ons. De uitdaging is nu om het door alle categorieën door te laten sijpelen. Het is begonnen bij ons. Dus we gaan de officieren, onderofficieren, etc. En het gaat niet hierbij blijven. Het is onze taak om dit voor te zetten. De theorieën die we kregen bij de opleidingen, zoals autoritair leiderschap, situationeel leiderschap, die dingen blijven bestaan. QSN geeft verder aan dat de defensieorganisatie met de leiderschapstraining deze visie wil laten doorsijpelen naar de rest van de organisatie. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat het versterken van deze visie in elk lid van de organisatie groter moet gaan worden. We weten dat we in het leven ook moeten groeien en dat we eigenlijk een bepaald punt in het leven moeten bereiken. Dus we hebben het allemaal. Alleen, soms in een organisatie gebeuren er dingen waardoor mensen teleurgesteld raken. En wat we met deze training hebben geprobeerd is die leider in jezelf wederom versterken. Die enthousiasme terugbrengen. De belangrijke aspecten in die leiderschapsvisie benadrukken. En dat is dat we het werk doen voor mensen. Dus die mensgerichtheid is heel erg belangrijk. We kunnen heel veel geld hebben en heel veel mooie dingen, maar zonder mensen aan wie we leiding geven gaan we onze doelen niet bereiken. We doen het samen. Mathura meent dat de voorwaarden voor veiligheid tot stand komen middels leiderschapsvisie. Ze benadrukt dat haar ministerie werkt naar vooruitgang en dat scholing van het personeel dit zal vergroten.